Arm en rijk in Nigeria. Uit het boek Arm en rijk. Paragraaf 3.3. Nigeria in de wereldeconomie. Vrije wereldhandel. Allereerst, wat betekent vrije wereldhandel? Dit betekent dat een land geen extra belasting hoeft te betalen aan het land waaraan het iets wil verkopen. Het land met de goedkoopste producten is dan ook in het voordeel. Ook bij import hoeft er geen extra belasting worden betaald. Nou, Nigeria is een voorstander van vrije wereldhandel. Want ja, geen belemmeringen om handel te drijven. Want geen belasting op geïmporteerde goederen. Dus als zij iets willen kopen, hoe kunnen ze dat op de goedkoopste manier kopen? En bij verkopen, idem dito. En zo importeert Nigeria dus bijvoorbeeld heel veel rijst. Hun favoriete gerechten in Nigeria bevatten namelijk allemaal rijst. Waarom ze zelf geen rijst verbouwen, maar moeten importeren, daar kom ik later nog op terug. Nou, wat zijn de voordelen van vrijhandel voor Nigeria? Nigeria kan zelf makkelijk exporteren, bijvoorbeeld aardolie waar ze heel veel van hebben. Boeren kunnen hun handelsgewassen exporteren, bijvoorbeeld cacao, palmolie, rubber. En Nigeria kan makkelijk importeren, bijvoorbeeld graan uit de Verenigde Staten, maar ook, zoals uit het voorgaande artikel al bleek, de rijst. Hè? De graanexport is de laatste jaren, of de graanimport is de laatste jaren alleen maar gestegen vanuit Amerika naar Nigeria. Er zijn ook nadelen aan vrijhandel. Bij de import van voedsel zie je dat er verdringing van de eigen voedselproductie plaatsvindt. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat als een boer bijvoorbeeld in Nigeria rijst verbouwt, en dat is duurder dan de rijst die wordt geïmporteerd vanuit, ik zeg maar even, India, ja, dan wordt er niks gekocht van die boer uit Nigeria. Dus dan zal die boer op een gegeven moment misschien zelfs wel failliet gaan. En de eigen voedselproductie wordt dus verdrongen door de voedsel uit, in dit geval, India. Maar ja, het voordeel van de bevolking is dan weer wel dat het voedsel goedkoper wordt. Want het goedkoopste, het Indiase rijst, ja, die wordt aangeboden aan de bevolking. Dus dat is dan weer een voordeel. Dat zijn de dilemma's van de vrijhandel. Een land als Senegal, vlakbij Nigeria, ook in het westen van Afrika, is men echt in gaan zetten op eigen rijst eerst. En voor een deel probeert men dat ook in Nigeria nu voor elkaar te krijgen. Nou, goedkoop voedsel. Hoe komt het dat het voedsel uit het buitenland goedkoper is dan voedsel uit Nigeria? Nou, er zijn een paar redenen voor. Bijvoorbeeld, als een oogst in een bepaald land zo enorm goed is, dat er heel veel over is, ja, dan maakt het eigenlijk niet voor dat land niet zoveel uit wat ze met het kunnen staats gratis weggeven. Dan kunnen ze voor een hele lage prijs op de wereldmarkt aanbieden. Dit verschijnsel noemen we dumping. Het wordt als het ware op de wereldmarkt gedumpt. Ja, en dan ben je eigenlijk altijd goedkoper dan de boeren in de landen waar je het aan verkoopt. Daarnaast hebben boeren in de Verenigde Staten en de EU ook grote bedrijven met machines. En heel vaak worden die machines ook nog eens een keer, kunnen ze die met korting aanschaffen door de regering. Dus daardoor kunnen ze goedkoop spullen produceren. Goedkoper dan allemaal kleine boertjes in bijvoorbeeld in Nigeria. Want die kleine boertjes, dat hebben we al gezien in het vorige paragraaf, krijgen ook nog eens een keer geen hulp van hun regering. Dus dan zijn ze sowieso al in het nadeel. Nou, vroeger hadden we ook nog dat we exportsubsidie gaven. Nou, dat is sinds 2016 afgeschaft. Hier staat het weer, voedseldumping bedreigt de agrarische sector in Afrika en dit geldt niet alleen voor Nigeria. Hier zien we bijvoorbeeld kip, goedkope kip uit bijvoorbeeld Nederland, wordt gedumpt op de Afrikaanse markt. Nou, goedkoop voedsel. Boeren in de Verenigde Staten en de EU krijgen steun van de regering, vroeger dus die exportsubsidies waar ik het net al over had, en nu steun voor aankoop van nieuwe machines. Dus kan Nigeria voedsel goedkoop inkomen? Inkopen, dat is goedkoop, gunstig voor de consument, hè, goedkoop voedsel. Maar ja, wel ongunstig voor die boeren in Nigeria, wat ik net ook al vertelde. Plus, het maakt Nigeria afhankelijk van het buitenland. En nu hebben ze goedkoop graan in kunnen kopen, omdat het graanoogst in het buitenland bijvoorbeeld goed was. Maar als de graanoogst volgend jaar mislukt en er net genoeg is voor de eigen bevolking in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan exporteren ze niks meer. En dan heeft Nigeria geen graan meer. Zullen ze het ergens anders moeten kopen en dan is het weer veel duurder. Dus dat is helemaal niet gunstig voor een land als Nigeria. En ook de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten
ja, kan zijn voor- en nadelen hebben. Een voordeel kan zijn dat alles wat de Verenigde Staten niet meer aan China verkoopt, nu bijvoorbeeld naar Nigeria kan gaan verkopen. Aan de andere kant kan het ook gebeuren dat alles wat China niet meer aan de Verenigde Staten kan verkopen, het nu gaat dumpen op de Nigeriaanse markt. Dus er is zowel een voor- als een nadeel. Dit stukje is even om op te schrijven in je schrift en even steeds even je video op pauze te zetten. Ik stel even kort steeds een vraag aan de aanleiding van deze paragraaf. Kan Nigeria genoeg voedsel voor zichzelf produceren? Antwoord: nee. Exporteert Nigeria voedsel? Antwoord: ja. Hoe noemen we zulke gewassen die worden geëxporteerd? Dat noemen we handelsgewassen. Importeert Nigeria voedsel? Ja. En welk effect ontstaat dan? Verdringing van de eigen voedselproductie. Schrijf dit ook op, want dit zijn belangrijke zaken om te weten. Goed, dan is het alweer bijna het einde van dit hoofdstuk. Dit was paragraaf 3.3. Lees alvast paragraaf 3.4 om je voor te bereiden.